Een nieuwe driereeks, dat is altijd een heugelijk moment voor de leasingwereld. En dan overdrijf ik nog niet eens, want de lak is nog niet droog van deze nieuwe drie, of is al Lease Car of the Year. En omdat ik weet dat mensen die dit soort auto's kopen nogal gevoelig zijn aan mijn klederdracht, heb ik me vandaag nogal zakelijk uitgedost. Geen vrees. Ik heb nog altijd mijn onderhosen en sokken aan. Nu genoeg over mijn klederdracht, want de ster van deze video is uiteraard deze nieuwe 3-reeks. En die vormt samen met de 5 en de 7-reeks de fundamenten van BMW. Ondertussen zijn we toe aan de 7e generatie 3-reeks en die breekt opvallend hard met zijn voorgangers. Kijk maar eens naar de derrière. Die zou, laat ons eerlijk zijn, niet misstaan op een Lexus. En de iconische Hofmeisterkniek aan de zijkant, die al ongeveer 40 jaar op de 3-reeks steekt, die is ook niet meer zoals voordien. En vooraan nog meer van dat, want de twee aparte niertjes die lijken samen te smelten tot één grote koolsleuf. En ook gek, de Angel Eyes zijn niet meer. Tegenwoordig is er een ander lichtsignatuur, waardoor de rondjes weg zijn. En dat wordt toch even aanpassen voor het plebs die niet meteen meer doorhebben welk merk er juist achterin aan het bumperkleven is. Daarnaast is de 3 dankzij het nieuwe chassis maar liefst 7 cm langer en 1,5 cm breder. En dat merk je vooral binnenin. Jepa. De nieuwe 3 is namelijk merkbaar ruimer binnenin en dat merk je vooral achterin en ook de koffer is iets groter geworden. Voorin zit je gewoon simpelweg perfect. De zithouding is top, het stuurtje is top. De zetels hebben zoveel instelmogelijkheden dat je gewoon meteen zin hebt om naar het zuiden van Frankrijk te rijden. Daarnaast uiteraard nieuwe auto, nieuw schermpraal. Er zijn 3 schermpjes bij BMW, waarvan er 1 heel subtiel is tussen de ventilatiemonden. Het is niet zo extreem als bij Mercedes met die grote tablet, het is niet zo extreem als bij Audi, maar er is genoeg schermpraal om de IT'ers gelukkig te houden. Nu goed, toertje doen? Hij was generatieslang de stuurmanskoning in zijn segment. Of dat tegenwoordig ook nog zo is, we hebben het gevoel dat auto's zoals de Kia Stinger en de Alfa Romeo Giulia dat wat over hebben genomen. Wat deze nieuwe 3-reeks wel heeft, is dat hij ongeacht situaties, dus zelfs bij sportieve momenten, nog steeds comfortabel uit de hoek weet te komen. En daar merk je dat de Duitsers al jarenlang goede chassis af weten te stellen. Al valt er nog iets anders op aan deze nieuwe generatie 3-reeks, want hij is een pak stiller en comfortabeler dan zijn voorganger. En dat maakt hem, net zoals grote broer 5-reeks, dat je grotendeels afgesloten van de buitenwereld door het verkeer rolt. En dat is niet onbelangrijk als je dagelijks in de file staat naast rochelende diesels. Nu, over diesel gesproken, uiteraard gaat het gros van de 3-reeksen in België verkocht worden met de 2 liter 4-cilinder diesel onder de kap. Die is in deze 320D 190 pk sterk. Daar is ook een versie van met 163 pk en zelfs een versie met 150 pk. Maar die wordt gek genoeg de 318D genoemd. Niet dat dat veel uitmaakt, want niemand in leasing laat het typeplaatje van achter staan. Al houdt BMW ook nog een specialeke achter de hand, want vanaf de zomer is het tijd voor de 330e. Dat is de plug-in versie en BMW heeft er heel hoge verwachtingen van in de leasingsector. Maar goed, we moeten er dus nog even op wachten tot deze zomer, net zoals de stationwagenversie. Prijzen, die hebben ze uiteraard ook bij BMW. Instappen doe je voor zo'n 35.000 euro. De versie die hier staat met de X-Drive vierwielaandrijving, de sterkere motor en een hoop opties komt neer op 61.500 euro. Jawel, het geeft alvast een idee hoe ver je kan geraken met je leasingbudget. De 3-reeks is BMW's best verkopende automodel. En we gaan ervan uit dat deze rakker dat gewoonweg verder gaat zetten. Hij is comfortabeler dan zijn voorganger, rijdt weer terug een stukje beter en heeft een hele hoop meer technologie aan boord. En daarnaast belooft die plug-in nu al een slimme investering te worden. Hij is dus wat rationeel geworden, de nieuwe 3-reeks. Mag ik dan nu mijn onnozel vestje uitdoen?